7, alsjeblieft. 6. Goed dan. Muziek verbindt. En muziek verbindt niet alleen mensen, kinderen, maar ook alle grijze en witte stofjes in de hersenen. En dat is heel belangrijk. En daarom, op deze mooie zonnige Pinksterzaterdag, zijn we bij de MFA in de Valuwe. En hier is een play-in voor de jeugd. En bij mij heb ik de heer Ivo Kouwenhoven. Ivo, welkom in de Valuwe. We hebben net al een stukje van de repetitie mogen meemaken, maar wat is er nu eigenlijk aan de hand hier vandaag? Ja, ik ben componist en dirigent en ik wil kinderen een podium bieden en een muzikale ervaring. Maar ik heb een schouderblessure, dus ik kan zelf niet meer dirigeren. Dus ik doe nu steeds een andere dirigent vragen hiervoor. Jonge dirigent, om die ook een podium te geven. En met deze play-in reis ik heel Nederland door, om kinderen overal een podium te geven. Maar wat is precies een play-in? Nou, play-in is dat de kinderen uit de omgeving van Kuik, die komen bij elkaar. Sommigen kennen elkaar wel, sommigen kennen elkaar niet. En we gaan een dag muziek maken en normaal heeft de dirigent er 3 maanden de tijd voor om een programma in te studeren ongeveer. En nu moeten ze alles in 1 dag instuderen. Dus in zeer korte tijd heel veel informatie. En kinderen die komen hier aan het begin. Het is natuurlijk allemaal spannend, het is allemaal nieuw. En ze zien de muzieknoten en ze denken, sommigen denken van ja, oké, maar dit gaat mij niet lukken in een dag. En dus ja, dat komt helemaal goed. En dan aan het eind blijkt dat het wel gaat lukken. Maar wat ik zojuist hoorde, die kinderen die hebben al vaker een instrument in de handen gehad, toch? Ja, ze spelen natuurlijk al een tijdje bij de muziekvereniging. Ze krijgen les. En ik heb niet zozeer voorwaarden dat kinderen mee kunnen doen. Want het liefst heb ik dat alle kinderen mee kunnen doen. Maar het is wel handig als kinderen ongeveer 1 jaar spelen, dat ze een beetje basis hebben, dat ze hier niet gaan zwemmen. Ik probeer ervoor te zorgen dat iedereen mee kan spelen. Met partijen aanpassen, vereenvoudigen. En er zit ook heel veel niveauverschillen. Er zitten ook kinderen bij die zitten al 5, 6 jaar op muziekles. En kinderen met 1 jaar muziekles. En het is aan mij als organisator en aan de dirigent om iedereen enthousiast te houden. Ik zag ook een paar volwassenen hierbij zitten. Waarom is dat? Ja, dat is normaal niet mijn insteek. Normaal wil ik echt alleen maar met kinderen een orkest vormen. Alleen de kinderen die zich hadden aangemeld, daarmee kon ik niet een compleet orkest samenstellen. Het is 4-stemmige muziek en slagwerk en de 3e en de 4e stem ontbraken gewoon. En dan kan je daarmee gaan werken, maar dan gaat het heel leeg klinken. Dus voor vandaag heb ik een uitzondering gemaakt dat de 2 volwassenen meededen. Zometeen een optreden voor genodigden? Ja, om 3 uur. Ik zei altijd, het is niet echt een optreden of een concert, maar een slotpresentatie. Dus daarin laten we zien wat we zien en horen wat we die dag hebben gedaan. Dus het zal meer zijn dan alleen maar de muziekstukken instuderen. En bent u trots? Ja, fantastisch. Fantastisch. En als ik een kind met zijn muziekinstrument zie genieten wat hij aan het doen is, nou ja, dan is mijn dag, dan is de missie volbracht, zeg maar. Daarmee sluiten wij nu af dan. Dank u wel. En ik heb hier al een meneer die komt heel enthousiast kijken. Ja. Hoe is uw naam? Ik heet Chris. En ik werk bij de 112 centrale in Eersel. Op de Voortseweg 2 in Eersel. Werk ik bij de alarmcentrale 112. Maar vandaag komt u naar de muziek luisteren. Ja, wij komen vandaag naar muziek luisteren. Ja. Dat vind ik wel leuk. Lieve. Die kent u? Ja, die kende ik. Dus u komt aanmoedigen en meejuichen? Ja. Ja, meejuichen en alles. Ja. En hoe vindt u het vandaag? Goed. Kijk. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ja, zeker. Dan gaan we zo meteen genieten. Ja, dan gaan we zo genieten. En dit zijn 2 van de dames die zo meteen gaan optreden. Ik ben heel benieuwd hoe jullie heten. Ik ben Sinne. En ik ben Annegien. Nou, de namen zijn al prachtig en de instrumenten die jullie bij je hebben ook heel mooi. Jij speelt een saxofoon. En jij? Een dwarsfluit. En hoe lang speel je al op je dwarsfluit? 1,5 jaar. En vind je het moeilijk? Nou, sommige noten zijn wel moeilijk, maar sommige niet. Dus. En hoe vind je het vandaag hier om zo met z'n allen te spelen? Ik vind het heel leuk. Ook een beetje anders dan normaal. Want normaal speel ik met best wel weinig. Dus dat is wel leuk. En speel je al in een orkest of zo? Of zit je nog op les? Speel je alleen thuis? Ik zit op les en ik speel in een orkest in Gennep, samen met ook wat andere kinderen in een jeugdorkest. Ah, knap hoor, want hoe oud ben je? Ik ben nu 11. Zo.
En deze dame, hoe oud ben jij? Ik ben 8 jaar en ik word bijna 9. Zo. En jij speelt saxofoon. Ja. Nou zie ik wel eens altijd heel stoer in zo'n band, zo'n saxofonist. Is dat ook je droom om dat te worden? Ja, wel een van mijn dromen. Ja. En waar speel jij normaal gesproken? Ik heb les en ik speel in een klein jeugdorkest. En waar heb je les? In welk dorp? Hier in Kuik. Ja. En nu vandaag hier, hoe vind je het om met zoveel kinderen te zijn? Want die ken je natuurlijk niet allemaal. Ik vind het heel leuk, vooral omdat ik dat nog nooit heb gedaan. Is dat ook spannend? In het begin was het wel een beetje spannend, maar nu is het wel leuk. Nu even pauze, zometeen weer lekker aan de gang. Iets wat je nog vaker zou willen doen, volgend jaar weer of zo? Ik ga denk ik wel verder met saxofoon. Ja, en jij? Ik ga sowieso verder met samen in een orkest spelen, want ik vind het heel leuk om te doen. Nou, hartstikke goed van jullie. Top, dank jullie wel. Alsjeblieft. Ja, het gaat zometeen beginnen, het concert van de kinderen en de ouders. Nog heel even voor de microfoon, Willem Kranen. Willem, jij bent van Stichting De Notendop. Ja, ik ben van Stichting De Notendop en wij zijn heel blij dat we hier aan kunnen meewerken. Want het is weer het aanspreken van de jeugd op iets wat ze het liefste doen, samen musiceren. En daar is De Notendop ook voor, muziekonderwijs, laagdrempelig. En heel dichtbij. En met heel veel plezier doen we dat al jaren. Want wat is Stichting De Notendop precies? Het is een stichting voor muziekonderwijs in Kuik. En daar kunnen alle leerlingen onder de 18 jaar kunnen daar terecht. En die kunnen zich opgeven om langzaam maar zeker beter te gaan leren. Maar ook direct verbinding te hebben met een van de muziekverenigingen in heel Kuik. En dat is veel spelen, maar ook heel veel plezier hebben. Want dat staat ook voorop eigenlijk, hè? Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste. Zie je hier ook, ze komen hier allemaal heel voorzichtig binnen en ze beginnen te spelen. En het is tegelijkertijd samen musiceren, samen plezier hebben en ook leren. Want dat zie je ook, als ik naar het begin kijk en nu naar het einde, is een wereld van verschil en ze laten echt iets moois horen. Hartstikke mooi. Wij gaan genieten. Ja, doe dat. Dank u. En mag heel Kuik. Dank u. Normaal krijgen als dirigent 3 maanden de tijd om een programma in te studeren en deze kinderen hebben vandaag een dag de tijd gekregen. Nou ja, een dag, zeg maar 3 uur de tijd om een aantal muziekstukken in te studeren. Dus heel goed gedaan. En ik deel nooit de muziek van tevoren uit. Als de kinderen de muziek van tevoren thuis krijgen, dan gaan ze het bekijken en de docent gaat het bekijken of de ouders gaan het bekijken en denken, ja, maar die noot heb ik helemaal niet gehad of dat is veel te moeilijk. Of, nee, dat vind ik totaal niet spannend. We gaan op onderzoek uit naar de emotie achter de muzieknoot. En heb je de noot nog niet geleerd, dan is het altijd iemand anders die wel even kan leren, oh, die moet je zussen of zo spelen. En zo helpen de kinderen elkaar. Ik vind dat veel interessanter, dat de kinderen allemaal goed voorbereid zijn, want wat is goed voorbereid? Ik heb daar zelf niet zoveel mee. Ik als docent denk nooit in goed en fout, maar altijd in ontwikkeling. En dan kan het kind maar 1 kant uit en dat is alleen maar recht vooruit. Thank you.